De capaciteit van de rechterlijke macht en het Openbaar Ministerie zal binnen 3 maanden aanzienlijk versterkt worden. Dit deelde president Chandrika Prasad Santokhi mee tijdens de eerste evaluatie van het regeerbeleid dat tot nu toe is gevoerd. Met het aantrekken van deskundigen moet het Openbaar Ministerie beter in staat zijn om zaken in de criminele en corruptieve sfeer aan te pakken. Het Openbaar Ministerie een totaal aantal van officieren te geven binnen de 3 maanden dat nu het Openbaar Ministerie op een maximum aantal officieren van justitie zet met aantrekken van heel wat substituut officieren van justitie, waardoor het Openbaar Ministerie beter in staat zal zijn om verschillende vormen van criminaliteit te onderzoeken, maar ook de corruptiezaken. Dat binnen het Openbaar Ministerie een aanklager is aangewezen en dat er een platform is aangesteld voor het verrichten van corruptieonderzoeken. Voor de aanpak van corruptie heeft de regering al hulp ingeroepen van Nederland en de Verenigde Staten van Amerika. Hoe komt er een speciale openbare aanklager om corruptie effectief aan te pakken? In het actualiteitenprogramma Mamantintaki vorige week heeft meester Samantha Gajraj, deken van de Orde van Advocaten, aangegeven dat een tekort aan rechters en deskundig personeel op belangrijke instituten het rechtsproces stagneert. Een van ze is bijvoorbeeld Bureau Familierechtelijke Zaken. Ja. Ze zijn onderbemand. Met als gevolg dat de zaken te lang duren. Je moet te lang wachten op een rapport. Ja. Het is niet hun schuld, dat snap ik. Ze hebben gewoon te weinig personeel. Maar het is niet een probleem dat wij hebben gecreëerd. Het is een probleem dat het ministerie moet gaan oplossen. Ja. Dan, maar als je het niet aankaart, dan gaat er natuurlijk ook niks aan gebeuren. Ja. Dus dat zijn een van de... We hebben te weinig rechters. Dat zeggen we elke keer tot weer. Tot nu toe? Tot nu toe. Dat heeft de vorige deken ook gezegd. Waarschijnlijk de deken daarvoor ook. En ik zal het ook blijven antameren. We hebben te weinig rechters. En hoeveel rechters hebben we nodig? Ideaal was het volgens mij 42. Houdt u me dat even te goede. Maar ik denk dat het 40 plus. En zolang dat niet is opgelost, zullen de lange wachttijden blijven. De lange zittingen zullen blijven. Met de capaciteitsversterking van de rechterlijke macht en het Openbaar Ministerie moet de dienstverlening en de onafhankelijkheid van deze 2 instituten verbeteren. De regering Santokhi-Brunswijk zal in alle ernst de corruptie in het land effectief aanpakken. De zittende magistratuur rechterlijke macht, die krijgen binnenkort nog 6 rechters erbij. Komende weken al. En dat zij ook in staat gesteld zullen worden met de capaciteitsuitbreiding, goede dienstverlening te geven, goede rechtspraak te geven aan de samenleving. En hiermee laten we als regering zien dat we waardering hebben voor de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht. En dat we alles doen om de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht te versterken, maar ook de capaciteit van de rechterlijke macht te versterken, zodat zij hun werk in alle onafhankelijkheid, onbevreesd, kunnen gaan verrichten naar alle personen die zich schuldig maken aan overtreding van wet en recht in dit land.